Mijn huis wordt afgebroken. Ja, heel de wijk moet gemoderniseerd worden. En ja, het is hier in deze wijk, ja, het is echt antiek. Hè. Het, ja, er is veel racisme hier en van alles wat. Ja, veel opstandelingen. Ja, het is een echt oude, antieke, ja, zoals vroeger de Jordaan was, is het hier in Helmond, Helmond West. Op zich hebben we hier alles bij de hand, winkels, alles is allemaal goed. Alleen ik vind wel, zo'n wijk moet je wel laten behouden, omdat mensen wel eens een flesje bier drinken. En mensen zijn allemaal buiten, ik vind dat moeten ze niet weghalen. Want, dat is een beetje eigen aan de wijk? Ja, dus ik vind, hier tegenover zetten ze wel eens een tentje buiten, kunnen ze zomers een beetje buiten zitten. En dat mag dan eigenlijk niet. En ja, terwijl die mensen dat altijd gedaan hebben, en dat vind ik wel jammer. Zo brengen ze de buurt wel een beetje uit elkaar. Want daardoor komen de mensen een beetje bij elkaar zitten en dat is dadelijk dan niet meer, zeg maar. Allemaal. Ik denk wel, als ik hoor de verhalen en hetgeen wat de mensen om zich heen meespeelt, dat een hele grote verandering gaat brengen. Dus eigenlijk een heel andere wijk als dat het ooit is geweest. En zal het dan ten positieve of ten negatieve veranderen? Dat ligt ook aan de mensen, denk ik. En ik denk als het een leuke wijk altijd is geweest, dan kan het ook leuk blijven. En ik denk dat ook de mensen het zelf moeten maken om het weer fijn te krijgen. En ik hoop ook dat het positief is, want ik woon er zelf ook. Dus ik zou het niet beter willen als alleen maar positief. Ik vind deze buurt wel een mooie buurt. Fijne buurt om te wonen, maar moet, ja, kijk maar bijvoorbeeld bij mijn voortuin. Wat een goed gezorgd. En kan je kijken van de buurvrouw allemaal, dus daar wil ik graag iets aan te doen. Prima. Mijn vader is een mooie buurt om te wonen. Goeie wijk om in te wonen. Ja. De woningen in Helmond West is een apart verhaal. Het gaat dan niet alleen over woningen, maar het gaat zeker ook over mensen die erin wonen. Er zijn een aantal woningen die gesloopt moeten worden om het gedeelte van de Itterstraat bij het oude gedeelte van Helmond West te krijgen. Er worden woningen gerenoveerd, er komen nieuwe voor terug. Er moet een goed overleg met de bewoners gebeuren. Ook zorgen mensen die geherhuisvest worden, dat er goed in overleg een nieuwe plekje voor die mensen gevonden worden. Ervaringen wijzen ook uit dat dat altijd ten goede komt van de mensen. Mensen zijn naar de hand heel erg tevreden. En daar moeten we ontzettend veel aandacht aan besteden dat dat proces goed gebeurt samen met woningen. Nou, hier in het combicentrum zouden we eigenlijk graag meer met de wijk samen gaan doen. Het is de combicentrum op zich, het is een hele leuke straat waar ontzettend veel te beleven is. Waar ontzettend veel diverse winkels zitten die inderdaad voor de mensen hier in de wijk
ontzettend veel kunnen betekenen. Het is van duur tot aan goedkoop. Iedereen kan hier heel goed terecht. Alleen we zouden dus het combicentrum hebben een aantal problemen waar we mee zitten. Is inderdaad, mensen zeggen vaak het verkeer hier heel hard door de straat heen rijdt. Nou, daar zijn we dus ook aan combicentrum, zijn we daar ook mee bezig. Door op een gegeven moment te zeggen dat we begin en het eind van het combicentrum een soort blokkadetje gaan maken of een bultje gaan maken. Daar zijn we nog niet helemaal over eens om het verkeer rustiger te krijgen. Dan hebben we dus ook vaak een discussie hier omtrent het parkeergelegenheid. Nou, daar wordt dus inderdaad ook ontzettend over nagedacht van hoe kunnen we dat het makkelijkste op gaan vangen. Want we willen hier geen betaald parkeren hebben. En verder is het heel belangrijk voor ons ook dat we met de wijk ook hier elektronische borden neerzetten. Met die elektronische borden willen we iets bereiken wat er in de wijk gebeurt. Dat we dat erop kunnen gaan zetten en ook voor de winkeliers op kunnen zetten wat hier te doen is. Door acties, door stunts die we hier allemaal uitvoeren. Sociaal-maatschappelijk kijk ik er zo tegenaan, in ieder geval dat de sociale samenhang die we gewend waren in Helmond-Westen tegen te komen, dat die weer helemaal terug is. Dat er dialoog is tussen jong en oud. Wijkhuis Brede School zal daar zeker behulpzaam in zijn. Belangrijk is dat ook in Helmond-West iedereen leert, werkt of zich nuttig maakt voor de maatschappij. En dat wil ik graag terugzien en gezamenlijk de schouders eronder. Dan wordt Helmond-West sociaal-maatschappelijk weer een parel voor Helmond. Het zal een heel plan worden. De hele verbetering. Ik denk voor mensen die er nu wonen misschien niet zo fijn vinden, die een eigen woning hebben en zo, die gesloopt moeten worden voor die hele renovatie, zeg maar. Maar het algemeen denk ik dat iedereen positief over is. En voor Helmond-West zeker, want het wordt een hele verbetering als je zo bekijkt wat de plannen, wat ze van plan zijn, de provincie en zo.